Eigenlijk wil ik nu een opname maken uit mijn historie, uit waar ik in opgegroeid ben. Het waren de 60e jaren en ik heb net een bandje gevonden waar ik over een musical waar ik denk wel 2 of 3 keer geweest ben in ieder geval. En die heel veel kon bewegen in mij. Het verhaal van een schrijfster die in Nederland een van de meest grote toppers is geweest. Nog steeds worden kinderen voorgelezen door de verhaaltjes van die vrouw. Het is niemand minder of meer dan Annie M.G. Schmid. Annie M.G. Schmid was een zeer bijzondere vrouw, zonder meer. Ik ben er mee opgegroeid. Ik ben opgevoed met de liedjes of de versjes en de verhaaltjes van Jip en Janneke, bijvoorbeeld. Dat heeft een grote indruk op mij kunnen nalaten. Want ja, het zijn voorbeeldverhaaltjes natuurlijk. En toen ik opgroeide, toen ging ik dus van theater houden. En het theaterstuk waar ik op viel was een musical. Dat was een musical van Annie M.G. Schmid. Dat was een musical en die heette Foxtrot. En ik wil u graag een paar fragmenten laten horen van deze toch wel heel erg bijzondere musical die eigenlijk ver zijn tijd vooruit ging. Want nu hebben we bijvoorbeeld alarmering net gehad van de Maya's, of de wereld zal vergaan. En weet ik hoeveel mensen dat al eerder hebben gezegd. Maar ook Willem Nijholt schitterde in een rol. In een rol die geschreven was door Annie M.G. Schmid. En dat ging over een vulkaan. En plaatste zich in de vulkaan en de uitbarsting die zou plaatsvinden. Oké, ik laat jullie even een klein stukje horen van deze vrij belangrijke musical. We gaan dus even terug naar de 60e jaren, de musical Foxtrot. Jullie horen de begintune van de 30 jaren. Neem me niet kwalijk dat ik net 60 jaren zei, maar het ontstond ongeveer in de 60 jaren, denk ik, dit bandje. Ik weet het niet precies, maar het is een grandioze musical geweest. En wat ik zag, wat ik me kan herinneren, is dat het een volle zaal was met enthousiaste mensen die aan het zingen waren en aan het muziek maken waren. En, ja, geweldig. Nogmaals, ik vind het nog steeds een geweldig musical. Omdat het zo ontzettend actueel op dat moment ook was. Maar nu nog steeds. Nog steeds raakt het mij van binnen in mijn hart. Hier hoor je een stukje van Duitse grammatica. Dat is dein moon. Goed zo. Duitse grammatica? Ja.
Ja, als je bedenkt dat dit liedje bijvoorbeeld mij deed denken aan de middelbare school waarop ik een vreselijke Duitse lerares had. En dan, dan moesten we die vreselijke rijmpjes van leren. Van aus, inter, him, hinter, neben, voorkomen. Ik weet het niet meer allemaal, maar ik vond het vreselijke lessen. En vooral die juf, die vond ik helemaal niet aardig. Die irriteerde mij altijd. Ik weet niet hoe dat kwam, maar... Soms heb je van die mensen die je altijd irriteren en dat was zij er één van. Misschien omdat ze al heel gauw een vooroordeel over mij had, omdat ik het broertje was van mijn oudere broer Carlo. Zij sommeerde mij al eigenlijk de eerste dag dat ik op school kwam, dat ik vlak voor haar neus moest zitten. Als je iets niet moet doen, is dat dit. Iemand veroordelen al op de eerste dag dat hij op school komt. Maar ja. Ze had waarschijnlijk nare ervaringen met mijn broer Carlo gehad. Dus dat was dus het gevolg waar ik gelijk mee geconfronteerd werd. De vrouw was echt heel erg vervelend in mijn ogen. Maar dit liedje, dat maakt weer een heleboel goed van die vreselijke schooltijd. Ik genoot hier ten volste van. Ja, en het is natuurlijk ook een terugblik naar alles wat ooit geweest is en een tijd die ik helemaal niet kende. Oh, Albert, weet je nog, in onze tijd op de dansles, dat we altijd weer De Dutch Don't Dance, ja. De Dutch Don't Dance. De Dutch Don't Dance, die never, never, never dance. The Dutch don't dance, the Dutch don't dance, the Irish few do. Just a few, but they do. They get too much for the other. That's all they got, that's all they got. The Dutch don't dance, no, dance, no, dance, no, dance, no, dance, no, dance. Je hoort hier dus de titel Dutch Dance Dance. Iemand die ik later in Zoetermeer leerde kennen, die had dus de Dutch Dance Dance Compagnie opgericht. Dat sloeg waarschijnlijk op dit liedje. Eigenlijk wist ik dat helemaal niet, dat dit liedje er was, maar ik kan nu bijna niet anders concluderen dat ze dit hier uit hebben gehaald. Dit is eigenlijk weer een meesterlijk nummer. Hollanders kunnen niet dansen. Dat zegt de Fransen. Hoe komt dat? Hoe ligt dat af? De modder, de mist, de hot is mist. Voeten in de blij, voeten in de blij, voeten in de blij, dansen is er niet bij. Ja, je hoort het, dat het Dutch Dance Dance. Dans is niet een gewoonte in Nederland geweest. Misschien rond de draaiorgels ooit, misschien de klompendans, maar echt het dansen, dat deden ze niet. En dat vind ik nog steeds heel erg jammer. Vandaar dat ik nu ook bezig ben met Tarantella, om die in Nederland te introduceren. Ik weet niet of dat me gaat lukken, maar ik ga hier mijn best voor doen. Oké. Okay. We gaan weer even verder naar een fantastisch nummer uit deze reeks van Foxtrot. Het is een beetje droevig nummer, maar die spreekt over een openbaring van, wat ik nou toch heb gelezen. Ja, luister nu maar even. Iets bestond al bij de Grieken. Iets bestond al bij de Grieken. Eeuwen geleden
van het voor bij de klassieken. Socrates, Plato, ja hoor, die waren ook zo. Al die grote filosofen, waar je niet van zou geloven. En David en Jonathan uit het Oude Testament, daar wist iedereen het van, dat was algemeen bekend. Leonardo da Vinci en Michelangelo. Jazeker, die waren zo. Waar hebben ze het over? En zo grote componisten waren moeders die van wisten al die grote genieën. Wereldvermaakt waren anders gehaard. Dus het waren mieren. Zo, hier zie je dus een voorbeeld van een lied wat gaat over eigenlijk homofilie. Dat het eigenlijk al heel lang bestaat en dat het eigenlijk niks bijzonders is. Eigenlijk vind ik dat zo'n mooi uitgangspunt, dan dat ze het zo te benaderen. Niet in een aparte groep te stoppen. Nee, het is iets wat al jaren bestaat en wat ook nooit weg zou gaan. En als, het, als je het idee van Nico Terlinde hierin volgt ook, dan kan je ook concluderen dat het helemaal niet gaat over of twee mannen of twee vrouwen met elkaar zijn. Het gaat gewoon om liefde, werkelijke liefde. En werkelijke liefde, dat kan tussen man en een vrouw zijn, dat kan tussen man en een man zijn, dat kan tussen een vrouw en een vrouw zijn, dat maakt niet uit. Als het maar werkelijke liefde is.